Opnieuw topoverleg in Brussel over de vluchtelingencrisis. Nekt deze splijtswam Europa? Welkom bij Uitgelicht. Europa voert vandaag topoverleg met Turkije over de vluchtelingencrisis. Bij mij in de studio Jan van Bentum, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. Goeiedag, meneer van Bentum. Goedemiddag. Ja, op dit moment, als we met elkaar praten, het eind van de middag. Wat is de status van dat overleg? De status is dat er vanavond nog verder gepraat moet worden. De gedachte was, er is een vooroverleg geweest tot 3 uur vannacht. Maar met onder andere Angela Merkel en Mark Rutte en de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije, Davutoglu. Waarom onze premier? Onze premier. Nederland is voorzitter van de Europese Unie. Okay. Op dit moment het halfjaarlijk voorzitterschap, dus daarom zit hij er ook bij. Ja. Na dat vooroverleg is het dus het overleg van ochtend doorgegaan tussen de EU en Davutoglu en Turkije. Dus. Uh-huh. Daar zijn nieuwe eisen van Turkije op tafel gelegd. Meer geld, maar ook meer andere toenaderingen van de EU. Davutoglu zei bijvoorbeeld, Turkije is er klaar voor om lid te worden van de Europese gemeenschap, van de Europese Unie. En dat zou een keerpunt betekenen. Ja, dat zou het werkelijk zijn, omdat vlak daarvoor Turkije nog eens even heeft laten zien wat ze van de persvrijheid vinden door de grootste krant van het land, Zaman, de redactie te bezetten en er een regeringskrant van te maken. Want ze zitten bij elkaar aan tafel omdat Brussel de vluchtelingenstroom wil stoppen vanuit Turkije. Ja. En Turkije stelt daar tegenover, dan hebben wij wel wat eisen. Ja, nou ja, terecht. Kijk, er zijn nu naar schatting 2,5 tot 2,7 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije. Om die allemaal op te vangen vraagt Turkije ook ondersteuning. Ja. Europa heeft eerst 3 miljard toegezegd. Turkije wil nu graag meer. Het wordt gesproken voor 5 miljard. Er zijn ook wel cijfers van 7 miljard genoemd. Mm-hmm. Maar ja, 2,5 miljoen mensen onderdak en voeding geven. En toegang tot de arbeidsmarkt, dat is ook een vraag van de Europese Unie. Dat is nogal wat. Ja. En dus dat Turkije dat vraagt, is terecht. Maar daarnaast heeft Turkije toch een beetje een hautaine houding gekregen van jullie hebben ons nodig. Dus zorg er maar voor dat Turkse burgers visumvrij naar Europa kunnen reizen. Dus en waar zit de angel dan? Wat is het probleem in dit overleg? Nou, het probleem is dat de Europese Unie dus niet in staat is om zelf een antwoord te zoeken. Mm. En de Europese Unie, dan zeggen we vaak, ja dat is Brussel. Maar dat is niet waar. In Brussel zijn er wel degelijk akkoorden gesloten. In oktober al bijvoorbeeld werd er gezegd van nou, we moeten minstens 160.000 vluchtelingen uit Griekenland en Italië herverdelen over de Europese Unie. Ja. Weet je hoeveel er volgens, ik heb gebeld met de Europese Commissie, kantoor in Den Haag, en gevraagd van hoeveel zijn er nu verdeeld per vandaag, per vanmiddag. Zegt u het eens? 874, dat is 0,5% van die 160.000. Dus dat is niks. Daar zijn ze 4 maanden mee bezig. Als je in dit tempo doorgaat, dan ben je voor 60 jaar klaar. Ja. Met andere woorden, de Europese Unie spreekt wel allerlei dingen af, maar doet het vervolgens niet. Ja. Donderdag was de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, nog in Den Haag bij het CDA. Hield er ook een reden. En dat was ook zijn grootste bezwaar. Hij zegt dan, de lidstaten in Brussel, dan zeggen ze het één. En de volgende dag hoor je ze in een eigen hoofdstad iets totaal anders zeggen. Gaat het daarom zo tergend traag? Het gaat helemaal niet. Het gaat niet eens tergend traag, het gaat niet. De vooruitgang die je ziet, 0,5% op zo'n niveau, dat is 99% ongeloofwaardigheid. Mm. Nederland is voorzitter bijvoorbeeld van de Europese Unie. Wij halen krap 2% van wat zou moeten. Dus dan, dat zijn geen verhoudingen. Ja. Even ter voorzitterschap inspelend. Wat kan Nederland doen om dit toch los te trekken? Want Rutte heeft zelf gezegd, het aantal vluchtelingen gaat naar 0. Ja, dat is dus onhoudbaar. En dat is ook onhaalbaar, zei minister van Buitenlandse Zaken van Turkije, Davutoglu, vanmorgen al. Het is, zie de kustlijn van Turkije. Zelfs al wil je het 100%, kun je die niet volledig afgrendelen. Uh-huh. Mensen zijn wanhopig. Die willen door. Dat heb je gezien vanaf de Afrikaanse kust. Nou, nu zijn de boten in Libië waren letterlijk op een gegeven moment. Dus de stroom begon daar op te drogen. Ja. Het heeft zich verplaatst, met name dus naar de Turkse kust en dan richting Griekenland. Maar je houdt het niet tegen, want daar gaan mensensmokkelaars, maar gaan de vluchtelingen zelf. Hè, mensensmokkelaars is een kwestie van vraag en aanbod. Er is vraag naar routes naar Europa. Mm-hmm. Mensen zoeken een plek waar ze veilig zijn. Er is in hun omgeving, als je vanuit Syrië denkt, maar één plek waar je veilig bent, dat is Europa. Ja. En nota bene, die plek valt uit elkaar doordat zij de veiligheid zoeken. Ja, en Europa is voor hen niet Turkije, want ze willen verder.
Europa is niet Turkije, want Turkije is een land waar langzamerhand een soort dictatuur aan het ontstaan is. Ja. Er is net, vorige week of twee weken geleden, is er een Europees rapport weer verschenen over de voortgang van Turkije richting lidmaatschap van de EU. Dat was vernietigend. Uh-huh. President Erdogan heeft iets van 1800 mensen voor de rechter gesleept omdat ze hem belasterd zouden hebben. Ja. Nou, kun je dat voorstellen dat premier Rutte hier, zeg maar omgerekend, even een 500 of 1000 man voor de rechter sleept wegens lasten? Maar toch, Europa wilde het probleem oplossen. Ze hebben de Turken daarvoor nodig. Ze hebben de Turken keihard nodig. Dus die doen wat ze willen. Ja. Ze hebben één voorbeeld. Het is erg in nieuws geweest dat Turkije dus vrijdagavond de redactie van die grote krant Zaman heeft bezet. Ja. Dat is gedaan kort nadat president Erdogan overleg had gehad met Donald Tusk. Donald Tusk is de voorzitter van de Europese Raad. Dat is de raad van regeringsleiders. Dus Rutte, Cameron, president Hollande. Hij was nog niet goede wel weg uit die ontmoeting met Tusk. Of Erdogan gaf het bevel om die redactie te bezetten. Ja. Nou, dat is in Brussel, zeggen diplomaten daar, en die hebben dat onder andere tegen Reuters gezegd, maar ook wel andere bronnen. Alleen dan willen ze dat liefst anoniem doen, want ze zijn nog te benauwd om hun eigen naam erbij te hebben. Dat was gewoon een keiharde klap in het gezicht van Europa. Dit kan ik maken. Ja, of jij komt toch wel naar mij toe. Ja, of om maar niet ergere termen te gebruiken, gewoon een lange neus trekken naar Europa. Enorm. En dan ook vrolijk naar Europa toe gaan en zeggen van, en we willen ook meer geld. Ja. En we willen het liefst een versneld traject van toetreding. En wilt u ophouden met zeuren over mensenrechten? Maar kan zo'n land ooit lid van de Europese Unie worden? Als je gaat kijken naar wat Europa daarvoor op tafel heeft liggen aan eisen, is het antwoord nu op dit moment ondubbelzinnig nee. Uh-huh. Maar als je gaat kijken naar de zwakte van Europa, dat we zelf dus geen antwoorden kunnen vinden wat we moeten doen met vluchtelingen, dan wordt het antwoord, ja, laten we het maar doen, want we hebben ze nodig. Uh-huh. En dan verkoop je je ziel. Ja. En je ziet al tendensen dat bijvoorbeeld de Europese Conventie van de Mensenrechten, die is dan niet van de Europese Unie, hè, maar de Europese Unie heeft die wel opgenomen in haar statuten, maar die is van daarvoor nog, van de Raad van Europa. Ja. Dat is, daar zit ook Wit-Rusland in, en Rusland en Oekraïne en dergelijke, 47 Europese landen. Mm-hmm. En die hebben dus de mensenrechten na de Tweede Wereldoorlog daarin vastgelegd. Het lijkt heel erg op de universele verklaring van de rechten van de mens. Ja. Je hebt ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat zit in Straatsburg. Nou, er zijn er verschillende landen die zeggen van, ja, leuk, maar gaan we ons niet meer aan houden. Ja. Verenigd Koninkrijk zegt dat, dus Groot-Brittannië. Rusland heeft dat officieel al gezegd. En dan zie je dus dat landen binnen de Europese Unie hetzelfde gaan doen als Poetin. Kom maar Moskou. Mm-hmm. Zover ben je dan. Ja. Het niet spreken met één stem is dus een groot probleem binnen Europa. Dat is een enorm probleem. En dat komt, en dan ga ik even terug naar wat de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft gezegd in september of oktober, maar in ieder geval deze herfst, afgelopen herfst. Zij zei van, ben je bang voor die vluchtelingen? Ben je bang voor de islam? Ga dan terug naar huis. Lees eens in je Bijbel. Ga weer eens naar de kerk. Ga je bezinnen waar je vandaan komt. Dat ben je. Dat is je identiteit. Dat is je ziel. Juncker zei dat ook. Hij zei van, hij was dan in de Norbert Smeltzer lezing in Den Haag. Nou, Norbert Smeltzer was een CDA-politicus die ook heel sterk voor Europa was. Hij zegt, wat ik van hem heb geleerd is dat die Europese gedachte, die Europese eenheid, intrinsiek verbonden is, dus vanuit zijn wezen verbonden is met de Europese geschiedenis van Europa. Met zijn christelijke identiteit en met wat daaraan verbonden is. En dan kun je ook zeggen over humanistische uitgangspunten in de politiek enzovoort. Maar die lijken verdraaid veel op de christelijke uitgangspunten van mensenrechten. Even terug naar die vluchtelingencrisis. Ja. Waar ligt volgens u de sleutel? De sleutel zou erin liggen dat Europa de moed zou kunnen vinden, de regeringsleiders ook, om te zeggen van stop. We gaan even niet naar peilingen kijken. En dat is erg lastig. Ja. Bijvoorbeeld net afgelopen weekend heeft de rechtsradicale Alternatieve für Deutschland, een soort PVV plus in Duitsland, heeft in deelstaten, in gemeenteverkiezingen in Hessen, in Frankfurt ruim 10%, in Wiesbaden geloof ik 16% en nog een grote plek, Kassel, 12% van de stemmen gehaald. Dat is een schok voor de Duitse politiek. Ja. Dat is enorm. Dus die populistische drang is er wel. En dan kun je twee dingen doen. Of je zegt, ik ga het eraan toegeven. Mm-hmm. Of je zegt, nee, halt. We gaan eerst met elkaar praten. Wat zijn we? Wie zijn we? Ja, terug naar je roots, zeg maar. Terug naar je roots. En vandaar het redeneren. En dan, nou goed, het liefst natuurlijk naar je christendemocratische roots. Ja. De Christen-Democratische Partij in het Europese parlement is nog steeds de grootste partij.
Gebruik dat dan. Doe daar wat mee. Zoek daar je kracht in. Zeg dan ook van, mensen die vluchten voor geweld, die bieden we, al is het tijdelijk, zet er dan mijn part al tijdelijk bij, maar die bieden we tijdelijk een oplossing. Dat kan in hotspots, dat kan in vluchtelingenkampen, dat kan verdeeld over Europa. Tegelijkertijd gaan wij als machtig economisch continent, verbonden ook in de NAVO, verbonden ook met andere westerse democratieën, kijken wat we aan die ellende kunnen doen, aan die conflicten waar ze voor ze vluchten. Ja. Want als je daar niks van doet, dan houdt het nooit op. Ja, bij de bron aanpakken. Dan zou je naar de bron moeten gaan kijken. Dan moet je ook een lange neus naar Moskou durven te maken, naar Poetin, en zeggen van jouw machtspolitiek in Syrië hebben wij lak aan. Ja. Jij schendt de mensenrechten op een schandalige manier. Even een vergelijking. Hè? Een paar maanden geleden was een groot kabaal dat een Amerikaans vliegtuig per ongeluk een ziekenhuis in Afghanistan, in Kunduz, heeft beschoten. Nou, grote keten in westerse media. Vorige week zei Artsen zonder Grenzen dat de Russen en de Syriërs met opzet tientallen aanvallen hebben uitgevoerd op ziekenhuizen in Syrië. Artsen zonder Grenzen en andere organisaties melden niet eens meer waar ze klinieken hebben. Want als je het meldt, worden ze aangevallen. Dan, precies, dan ben je... Waarom staan wij niet op onze achterste benen? Dat slacht over, ja. Ik wil nog even met u naar die krant die u net noemde, die Zaman. Ja. Die dus nu onder toezicht staat van de Turkse regering. Ja. De hoofdredacteur van de Nederlandse editie zei vanmorgen in Trouw, meneer Serit, als je kritiek hebt op het beleid van Erdogan, behandelt hij je als landverrader. Ja. Zo begon Hitler ook met zijn dictatuur. Ja. Stevige woorden. Zo beginnen dictators. Ziet u Erdogan als een dictator? Erdogan heeft steeds meer trekjes van een dictator. In ieder geval een autocraat, hè, die zijn wil oplegt op de regering. Ja. Maar dat wordt... Hij doet het samen met zijn partij, hè, de AK-partij. Mm-hmm. Maar het wordt steeds meer een dictaat voor Turkije. Ja. Waar rechters, want hij heeft ook heel veel rechters aangepakt, heeft duizenden politieagenten en officieren overgeplaatst, heeft de top van het leger aangepakt. Hij legt zijn dictaat op, samen met zijn partij, aan leger, politie, rechterlijke macht en de media. En kan doen wat hij wil. Dan kun je doen, want dan heb je dus de scheiding van de machten hef je op. Er is geen onafhankelijke rechtelijke macht meer bijna die je durft tegen te spreken. Vorige week nog één keer. Het Constitutioneel Hof liet 2 journalisten vrij. Die waren opgepakt omdat ze hadden durven te berichten over het feit dat met de Turkse legervoertuigen wapens naar opstandelingen in Syrië waren gebracht. En daarvoor waren ze aangepakt en de aangeklaagden is landverraad en hoogverraad. En wat is mis? Nee, die deden gewoon hun werk. Ja, ja, wat ze horen. Tegelijk heeft meneer Erdogan het niet op Koerden en Turkse christenen. Koerdisch waren onderstreept als grootste problematiek. De christen wil in ieder geval gedogen. En, want dat past dan wel mooi richting Europa. En ook wel naar het beeld van een vader des vaderlands. Maar de Koerden ziet hij als een groot gevaar. Mm. Omdat je natuurlijk ziet dat de Koerden in het noorden van Irak en in het noorden van Syrië bewezen hebben de sterkste tegenstanders van ISIS te zijn. Ja. Ook van Assad overigens. En daar eigenlijk, met name in Irak, een soort autonome regio hebben gevestigd. Hij is als de dood. Dat het ook in Zuidoost-Turkije gebeurt. Want daar woont ook een heel groot deel van het Koerdische volk. Dat wil hij niet kwijt. Maar moet Europa dan wel met zo'n man willen onderhandelen? Of met zijn regering? Kijk, in de Arabische wereld zei de adviesraad voor buitenland beleid, een poosje geleden in een rapport, kun je bijna niet anders meer dan onderhandelen met vreselijke schurken. Er is bijna geen alternatief meer. Ja. Maar je geeft ook iets van je eigen geloofwaardigheid weg als je dat doet. Die moet je op een of andere manier toch zien te behouden. Ja. En dat doen we dus niet, omdat we onszelf door onze eigen verdeeldheid als Europese Unie in een positie van afhankelijkheid hebben gemanoeuvreerd. Ja. En dat weet een land als Turkije. Dat is geen klein land. Dat is een grote, trotse natie. En dat zal het laten merken nu ook. Ja. Want het voelt zich wel beledigd door Europa. Door de manier waarop onderhandelingen eindeloos zijn uitgeschoven. Door allerlei... En die vertraging is er in het verleden geweest. Uitspraken van toenmalig president Sarkozy van Frankrijk. Ja. Het kan nooit bij Europa horen. Merkel die zei van jawel. En, nou ja, en later ook weer van niet. Nou, dat soort. We moeten afronden. We gaan kijken hoe dit af gaat lopen. Dank voor de komst in de studio, meneer Van Wentem. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Graag tot morgen. Dag.